Ja, ja, en ik heb bijna het gevoel alsof we gewoon langer zouden moeten blijven. Nou, het heeft ons denk ik wel heel veel gebracht, want wij hebben hier onderwerpen uit kunnen zoeken die we zonder pop-up redactie niet uit hadden kunnen zoeken. En dat is natuurlijk sowieso heel erg fijn. En dat zijn eigenlijk allemaal onderwerpen die kwamen omdat hier mensen binnenliepen om ons tips te geven. Dus dat hoor je anders niet. En dat is het leuke en het fijne aan het project geweest. En ook het verhaal van energiearmoede bijvoorbeeld. Hè? We wisten natuurlijk allemaal wel dat energiearmoede een groot probleem is. En dat weten we dus. Maar het is ook zo dat de meest energiearme wijk ligt in Almelo. Dat is het Nieuwstraatkwartier, dat heeft TNO onderzocht. Toen heb ik daar een reportage over kunnen maken. Dat hebben wij op de radio gebracht. Dat hadden we niet kunnen doen als we hier niet hadden gezeten. We hadden hier die contacten, hier die tips, hier, nou ja, hier het verhaal. Want hier gebeurt het en niet, ja, niet in Hilversum. Bomenkap 7 Bosjes is ook nog iets dat we uitgezocht hebben. Dat komt ook zondag op de radio. En daar merk je ook weer dat die communicatie tussen de overheid en de burger, gewoon, het loopt gewoon langs elkaar heen. Mensen voelen die kloof wel en dat is gewoon wel iets dat opvalt. En dat is bij die bomenkap 7 Bosjes ook zo. Dat zijn bomen die zijn, nou ja, volgens buurtbewoners vrij plotseling gekapt. Daar hebben ze niet over mee kunnen praten. Er waren 130 gezonde bomen. Die gaan weg, die zijn voor een groot gedeelte al weg. Ja, mensen voelen zich overvallen, die voelen dat de overheid op afstand staat. We hebben natuurlijk aanstaande zondag tussen 7 en 8 op NPO Radio 1 de pop-up uitzending. Die is geheel gewijd aan de onderwerpen die we hebben onderzocht en waar we al reportages over hebben uitgezonden. Op zondag 9 oktober hebben we dan de televisieuitzending over het kanaaldrama.